Het is dinsdag 17 januari, tijd voor een nieuwe Pantelic podcast. Ajax won wederom niet. En wij zitten niet in onze eigen rood-witte studio, maar in die van de FC Afkicken Daily door beschikbaarheid van de studio. Vandaag geen Kevin, geen Bart, geen Wesley, geen Danny Vroger, maar een goed lachse advocaat naast me. Ja, hoe is het met je, Lars? Ja, goed. Met mij gaat het heel goed. Ik ben vooral benieuwd hoe het met jou gaat. Ja, goed. Ik ben er druk mee, hè. De mensen weten dat misschien wel. Dochter gekregen, ja. Dezelfde dag als Danny. Ja. Dus ja, dat is weer druk. En druk met werk, maar gaat goed. Nu heb je er 3 thuis. Ja, 3 meisjes. 3 meisjes. Is het nu ook echt een... Nou ja, hoe druk is dat? Ja, dat is wel druk. Ja, je moet veel doen, maar het is leuk. Maar je komt weer even hier langskomen. Ja. Goed dat je er bent. Hoe is het met de liefde voor Ajax? Is die hetzelfde nog steeds? Nou, het wordt wel op de proef gesteld. Maar ja, in goede en slechte tijden, moeten we dan zeggen. Ja, over goede en slechte tijden gesproken. Vanaf deze positie willen we onze compagnon Kevin Kavinski even veel sterkte wensen. Hij twitterde afgelopen zaterdag dat hij voor het eerst in hele lange tijd niet bij Ajax was. Dat heeft er alles mee te maken dat zijn moeder komt te overlijden in de komende dagen. Ja, sterkte, Kev. Heel veel sterkte. En... we hopen je daarna ter zijner tijd weer terug te zien hier. Maar dat overstemt dan toch even voetballen. Ja, zeker. Soms is dat ook... ik zag afgelopen weekend Emmen Cambuur. Dat heb je al ongetwijfeld ook. Ja, zeker. Ja. Er is natuurlijk veel kritiek op supporters. Vorige week hadden we bij Den Bosch Ajax. Leek net Fort Knox hoeveel politie daar was. Maar soms laten supporters ook zien dat ze het goed kunnen. Ja, fantastisch. Echt heel mooi om te zien. Ja. Dus, nou ja, goed. Laten wij het over Ajax gaan hebben. Dat is ook niet al te vrolijk. 5 wedstrijden inmiddels in de competitie op rij niet gewonnen. Hoe zit jij naar dit Ajax te kijken? Wat is jouw algemene gevoel? Nou, ten eerste heel teleurstellend, omdat je toch een soort van de hoop hebt. Oké, Twente komt, dan zal iedereen wel doorhebben. Dit is een goede tegenstander. Nu gaan we, ja, een stapje extra. We gaan ervoor. Een nieuwe periode breekt aan. Dat was mijn hoop. Ja. Ik vond het tegen NEC... niet super slecht. Als je heel eerlijk bent, was het niet slechter dan bijvoorbeeld het jaar daarvoor onder Ten Hag. Mm-hmm. Maar ja, als je dan nu dit zag, dit was wel, ja, dit deed wel pijn aan mijn ogen. Ik zat in de rust echt van, ja, oké, wanneer gaan we hem tegenkrijgen? Ja, op een gegeven moment, ik stond ook in het stadion. Het was weer een van die zaterdagen dat ik vrij was. Gevrijwaard van de wedstrijdeditie. En gewoon lekker met mijn vrienden op stap kon. Dus van tevoren waren we hier in het centrum. We hadden wat biertjes gedronken. En ik zat er lekker in. En toen die eerste 10 minuten Ajax Twente. En op een gegeven moment zei iemand, tikte me ook aan. Van, heb jij het überhaupt wel naar je zin? Ik zeg, nou ja, nee. Het ziet er toch niet uit. Het is helemaal niks. En ik heb tot nu toe wel elke wedstrijd. En dat heb ik ook weer richting komend weekend. Ik kan niet het gevoel hebben van, nou ja, deze wedstrijd gaan we verliezen of zo. Snap je wat ik bedoel? Als ik naar Twitter of zo kijk, er zijn best veel mensen van tevoren negatief. Dat kan ik me ook wel inbeelden, maar ik heb dat zelf niet. Ik heb eigenlijk altijd nog steeds, nou ja, inmiddels echt ongepaste arrogantie van, nou ja, dit gaan we wel winnen. Nou ja, door de geschiedenis heen is Feyenoord heel vaak een heel goed medicijn gebleken voor slechte tijden. Maar ja, je kunt toch onmogelijk, als je nu de afgelopen wedstrijden van Ajax en misschien ook delen van Feyenoord hebt gezien, denken van, ja, we gaan daar makkelijk winnen. Ja. Nou ja, richting komende zondag moet ik nog even bepalen hoe ik erin sta. Maar afgelopen zaterdag dacht ik wel van, we gaan winnen. Dan zie je de opstelling. Roelie, Sanchez, Rens, Timber, Bessie, Alvarez, Taylor, Klaassen, Conceição, Brobbey en Tadic. Dat betekende dat Berghuis nog niet fit genoeg was om te starten. Dus hij hoefde nog niet echt harde keuzes te maken. Rens startte weer centraal achterin. Waar ik daar vorige week best positief over was, pakte dat nu wat minder lekker uit, hè? Ja, dat is het grootste probleem, toch? Het voetballend vermogen in de verdediging. Ik denk dat het middenveld en de aanval op zich goed genoeg zijn om kampioen mee te worden. Ja. Maar wat je ziet van, ja, met name Sanchez en Bessie aan de bal. Dat is wel pijn aan je ogen. Ja, twee Ajax-onwaardige backs qua voetballend vermogen. Ja, ik zie het ook wel een beetje in de balans. Kijk, ik denk als je 3... zeg maar goed voetballende verdedigers zou hebben, dan kan je zelf Sanchez er misschien wel bij hebben en zeker Bessie. Maar ja, als er geen van vieren echt gaat opbouwen, ja, dan wordt het wel problematisch en dan blinken die 2 nog uit in nog slechter opbouwen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Hij probeert dat een beetje te ondervangen met het experiment tussen haakjes wat Rensje is, centraal naast Timber. Tegen NEC was ik daar eigenlijk nog best wel over te spreken. Vond ik het een stuk beter dan vorig jaar tegen Vitesse. Nu zakt hij eigenlijk door de ondergrens. Hij speelde al niet goed, pakt hij eigenlijk heel onhandig een rode kaart. Van Wolfswinkel vertrekt. Maar dan mag hij best vertrouwen op zijn snelheid, toch? Ja, het was een eigenlijk... Kijk, hij schatte die bal verkeerd in. Ja, dat kan gebeuren. Maar dan zou ik zeggen, ren eromheen. En Sanchez was volgens mij ook nog aan terugrennen. Ik heb geen idee of die het nog zou halen, maar ja... Je krijgt dan toch nog een keeper komt nog uit en zo. Dus ja, de kans dat dat een goal wordt is er niet zo groot. Of nee, dat is niet waar, maar dat is nog lang niet zeker. En dan denk ik, ja, dan kan je hem beter laten lopen en kijken of je hem nog inhaalt. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Eigenlijk was het een soort zegen voor Ajax, die rode kaart. Toch? Want qua organisatie en zo stond het daarna een stuk beter. Ja, en ik denk dat je ook wel het geluk hebt... dat dan toch Twente een soort van kleinere club is... die dan toch eigenlijk schrikken van... oké, we zijn veel beter en we hebben 11-10. Ik bedoel, ja, ik denk niet dat Ajax zeg maar zo dan de rust bewaart... maar dan zouden ze gewoon vol erover gaan als ze in zo'n situatie komen. Ook in Enschede. Ja. En dan zou ik ook denken dat ze scoren. En hier Twente was eigenlijk... leek wel of ze schrokken van... oh, we kunnen echt winnen. Ja. Ik zat een beetje die wedstrijd te observeren. Er is natuurlijk veel te doen rondom Zerouki van FC Twente. En die speelde een goede wedstrijd. En die geeft dan af en toe een paar ballen door de as heen. Waarvan je denkt van ja, dat is precies wat af en toe ontbreekt bij Ajax. Ik zeg niet dat Zerouki het antwoord is, hè, absoluut niet. Maar gewoon, ik mis een soort onvoorspelbaarheid bij Ajax. Die je wel uit de concessaal haalt. Ja. Maar op de rest van het veld, je kan precies zeggen wat er gaat gebeuren. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met een goed draaiend team. Als je de rest van het team met Twente draait ook goed, dan kan je die passes ook geven. Het is ook lastiger. Ik bedoel, ja, Taylor en Klaassen voetbalden in principe ook niet fantastisch natuurlijk. Ja. Maar gezien de situatie waar ze in waren, denk ik wel van ja, die kunnen in principe goed genoeg zijn voor een kampioenselftal. Ja. En dat is met Zerouki natuurlijk anders. Ik vind het wel grappig, want hij is dan heel... hij legt zich erbij neer en zo. En dat wordt allemaal... Iedereen vindt dat fantastisch. Maar ik denk, je kan ook gewoon met een paar deuren slaan... en dan speel je bij Feyenoord. Ja, precies. Ja. Als je gewoon... Als je zegt, ik blaas de boel op. Ja, succes. Dan ben je gewoon weg. Maar goed, daar kiest hij niet voor. En dat is misschien heel netjes. Hey, even een paar spelers uitlichten. We kennen Taylor. Ja. Gewoon een beetje een nonchalante voetballer... wat hem af en toe heel erg mee zit... maar af en toe ook tegenstaat. Afgelopen... weekend, ik zat nog de samenvatting terug te kijken. Dan zie je hem een aantal keer echt terug shocken. Irriteer jij je daaraan of valt het wel mee? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ik heb wel gewoon het idee, maar ik ben altijd vrij positief van aard. Maar dat het met een paar kleine verbeteringen nog best wel wat allemaal zou kunnen worden. Juist ook door Taylor. Ik denk dat Taylor echt een prima voetballer is. Ja, natuurlijk als je zo'n slechte wedstrijd ziet als afgelopen zaterdagavond... dan vallen er heel veel door de mand. Maar in de basis is Taylor natuurlijk goed genoeg. Ja, ik heb nog steeds wel gewoon dat ik... En dat heeft niks met Taylor te maken. Maar het gif van Berghuis mis ik gewoon. Ja. Nu die deze week afwezig is door ziekte. De rol van Brian Brobbey? Ja, dat is nou iemand voorin waar ik wel aan twijfel. Je laat hem transfervrij gaan. Hè? Nou, eigenlijk een vrij goed seizoen. Heb je al alles aan gedaan om hem te verlengen. Ja. Je koopt hem voor 20 plus miljoen terug. Vorige week had ik met Bart en Kevin de discussie of die goed genoeg was. Nou, Bart, die was helemaal niet te spreken over zijn spel tegen NEC. Kevin, natuurlijk wel. Ik zat er een beetje tussenin. Ik vond hem qua druk zetten en zo vond ik hem goed genoeg. En aan de bal was het vorige week matig. Deze week vond ik het nog slechter. Ja, het was heel slecht en ik blijf me daar toch aan storen. Van dat je echt hoogst zelden 90 minuten speelt. En dat niet kan. Mm-hmm. Ja, dat zal hij misschien niet expres doen. Ik heb hem ooit een keer in de zomer zelf zien trainen op een veldje. Dus volgens mij zit het met zijn mentaliteit wel in orde. Maar dat lukt maar niet. En hoe komt dat? En wat is daarvan de reden? En blessures en dat hij het einde van de wedstrijd niet haalt. Ja, ik had het vorige week hier toevallig in de Daily over Madueke en Arjen Robben en zo. Dat soort jongens te explosief zijn voor hun eigen spieren. Maar Brobbey heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat hij zijn eigen lichaam nog niet goed genoeg kent om dat onder controle te hebben. Maar mij maakt het in principe... Tuurlijk, het is vervelend als je spits van 26 miljoen... of hoeveel die dan ook heeft gekost... niet 90 minuten kan spelen. Maar als die 70 minuten goed zou spelen... Ja, tuurlijk. Nee, dan moet je... Maar het valt wel tegen dit jaar. Ja. Ja, ik denk, kijk, Ajax is, zoals die wedstrijd zaterdag, ja, dan heb je gewoon minder de bal. Dat is iets wat we niet gewend zijn. Nee. En dat is voor hem niet echt het voetbal waar hij in rendeert. Nee. Hij heeft meer baat bij aanvallend voetbal. Ja. En veel balbezit. Het is ook niet, helemaal niet alle pijlen op Brobbey, hè, want daar wordt ook weinig in stelling gebracht. Ja. We zijn weinig dominant de laatste maanden. Dan denk je Bergwijn, Kudus. Dat zijn twee jongens die zouden ook in die spitspositie kunnen spelen. Die vallen allebei in. Lijkt bijna op werkweigering. Nou, ik vond dat Kudus wel goed begon. Mm-hmm. Maar ja, daarna zakte het in. Ja, ik weet niet of het Bergwijn was verschrikkelijk. Ja, maar werkweigering, dat suggereert dat je er gewoon geen zin in hebt. Ja. En dat zou ik niet per se willen zeggen. Ja, bij Bergwijn maak ik me wel echt zorgen of die ooit nog, zeg maar, of die een vaste kracht wordt bij Ajax. Yeah. Want ja, ik vind, kijk, ik weet dat er ook kritiek is op Tadić, maar ik ben best wel positief over Tadić, ook in de zin van zijn rol. Dus hij is wel degene die gewoon terugkomt, even een gele kaart pakt, zeg maar. Hij laat die instelling zien, hij pept die andere jongens op. Hij is wel echt een leider wat dat betreft. En dat... Ja, dat heeft Bergwijn niet. Zijn cijfers zijn nog altijd heel erg goed. Ja, klopt. Ja, dus dat is... Ja, ik kan alleen maar positief zijn over Tadić. Ja, en dan moet Tadić links staan. En Conceição op rechts. Ja, Conceição rechts. Want dat is ook wel echt een lichtpunt, vond ik. Conceição. Kijk, je krijgt een beetje Younes-vibes. Van, oké, je kan goed dribbelen, maar... Ik zag hem ook verdedigen. Ik zag hem ingrijpen rechts achterin. Ik zag hem goed dribbelen gewoon op zijn eigen helft. En hij is gewoon op dit moment niet te stoppen qua dribbel. Ja, nee. Dat is natuurlijk wel echt een asset. Ja, daar moet nog meer... Tuurlijk, de schot moet harder worden. De passes moeten nog beter. Dat is een beetje de vraag. Hè. Wordt het een Younes of een uitblinker in? Kan die laatste stappen op die gebieden zetten? Maar op dit moment is elk stukje onvoorspelbaarheid... en elk stukje waar mensen vrolijk van worden al goed. Dus Conceição, en dan wordt hij gewisseld. Maar hij was ook gewoon op, toch? Ja, goed, dat gebeurt, ja... Kijk, dat vind ik altijd grappig. Als het resultaat niet naar wens is, dan zijn sowieso alle wissels slecht. Ja, en dan heb je ook weinig argumenten om daar tegen in te brengen. Maar ja, ik snapte dat op zich. Maar nu waren het er twee wissels. Dan heb je wel op het einde zoiets van, nou ja, er zit er niks op de bank wat nog iets kan forceren of zo. Maar aan de andere kant staat de organisatie vanaf de rode kaart eigenlijk best goed. Ja, best wel knap eigenlijk. Dat gewoon ook... Ja. Het leek alsof, ik weet niet wat ze dan voor aanwijzingen krijgen, maar in zekere zin leek het erop alsof de spelers het zelf oppakten. En zelf gewoon een nieuwe rol innamen. En eigenlijk, want dan moet je eigenlijk toch ook Klaas en Taylor, zeg maar, met z'n tweeën op het middenveld. Dat is best bijzonder. Ja. En en dat vond ik echt goed. Ja, ik bedoel, tuurlijk, de uitgang... Ja, je bent Ajax en je bent aan het verdedigen, dus je moet sowieso boos zijn of zo. Maar ja, als je gewoon keek naar de omstandigheden, je bent slechter en je komt daarna met 10 man te staan, dan is het wel goed gedaan. Ja, vanaf de rode kaart heb je eigenlijk weinig meer te klagen. Ook al werd er helemaal niks gecreëerd, heb je ook weinig weggegeven. De reactie van Alfred Schreuder vond ik wel... Hij zag het weer echt niet aankomen. Hè? Goede trainingsweek gehad. Hij dacht van, dit wordt gewoon 2-3. Geloof je daarin? Denk je dat hij het echt niet zag aankomen? Dat het zo slecht weer zou beginnen? Ja, nee, dat geloof ik wel. Alleen, ik heb er wel moeite... Kijk, als het niet goed gaat met Ajax, dan wil ik ook echt niet weten wat Heerenveen gedaan heeft of RKC. Nee. Dus dan schakel ik over naar de andere kant van het kanaal. En dan ga ik naar Match of the Day kijken. Dat deed ik op zaterdagavond ook. Ja, en daar kwam Jurgen Klopp en die was met Liverpool helemaal van het veld gespeeld door Brighton. Ja. En aan hem vragen ze, maak je je zorgen? En hij zegt, natuurlijk maak ik me zorgen. Ik zou gek zijn als ik me nu geen zorgen maak. Ja, dat vind ik fantastisch. Maar is dat niet zo dat je dat alleen kan doen als je zelf verzekerd genoeg bent en zeker genoeg bent van dat je er alles uithaalt of zo? Ja, maar wat Schreuder doet is eigenlijk doen alsof wij de wedstrijd niet hebben gezien en dan een verhaal vertellen en dan hopen dat we alsnog denken dat het goed was. Ja, en dat is gewoon... Maar dat deed Ten Hag ook wel. Ja, klopt. Dat is waar. En ik vind ook echt zeker niet dat Schreuder de schuld van alles moet krijgen. Alleen, je hoopt... Kijk, ik zou eigenlijk hopen dat hij zou zeggen, het gaat nu heel slecht. Dat betekent dat we met z'n allen veel harder moeten werken. We zijn de laatste jaren gewend dat we soms vrij makkelijk heel veel wedstrijden wonnen. Nu is alles lastig. Dus we gaan keihard werken met elkaar. En misschien is dan de basispositie wel... Oké, we wachten gewoon even af. We zorgen dat onze basis goed staat. Het moet achterin beter, dan komt het voorin vanzelf. Daar ben ik echt van overtuigd met dit team. Ja, ik zat ook te kijken. En ik vind dan het gekke inderdaad dat hij niet denkt dat de spelers met vorige wedstrijden bezig zijn. Tuurlijk, ja. Dat zit toch gewoon in het achterhoofd. Dat nemen ze toch mee alsof ze vanaf nul beginnen. Ja, maar dat kan je wel zeg maar opwekken van... Oké, we zijn nu slecht in vorm. We spelen tegen een goed Twente. We moeten alles op alles zetten om hier een resultaat te halen. Dit gaat niet zomaar. Ja, en jaargangen hiervoor won Ajax met 5-0 van Twente thuis. Ja, en dan waren ze niet moe, denk ik, aan het eind van de wedstrijd. Ja, en nu is dat niet zo. Dus dan moet je het van werken hebben. Hey Chris, de huidige stand... Feyenoord staat eerste met 37 punten, AZ 33, Ajax 32, PSV 32 en Twente 31. Krijgen we de spannendste eredivisie ooit? Ja, dat hangt een beetje vanaf wat er de komende weken gebeurt. En vind jij dat dan leuk? Dus zeg maar, je hebt ook wel eens seizoenen dat je 12 punten voor staat, het allemaal... Ja, kijk, daar zat ik vandaag ook over na te denken. Je roept al die jaren dat Feyenoord 4e, 5e wordt. Dan roep je natuurlijk, ja, het mooiste is als het tussen Ajax en Feyenoord gaat. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, nu staat Feyenoord eerste. Wat is dit? Ja, dat wil ik niet meemaken, toch? Dadelijk verliezen we volgende week van Mats Wiever. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, maar kijk, laten we wel zijn. Feyenoord is goed in vorm. Ik denk dat het verschil nu groter is dan het daadwerkelijke spel laat zien. Ook al speelt Ajax slecht. En de kans is wel groot dat het spannend gaat worden. Maar ja, ik bedoel, ja, dan komt de Euroclub Index. Op basis van de statistieken, als je kijkt naar hoe het er nu voor staat, dan heeft Feyenoord het meeste kans om kampioen te worden. Dat schaffen we bij deze de Euroclub Index af, Chris. Ja, maar goed, kijk, dat kan heel makkelijk veranderen. Als Ajax volgende week wint, dan is dat niet aan de orde meer. Dan zal Ajax meer kans hebben. Ik heb het niet uitgerekend, maar dat weet ik bijna zeker. Maar ja, het is wel zo dat die 5 punten... En ja, als dit zo doorgaat, dan wordt Ajax geen kampioen. Nee. Dat is wel duidelijk. Maar met spanning aan het langste eind trekken, dat is het droomscenario, toch? Dat is altijd het allermooiste. Ja, van mij hoeft dat niet. Daar heb ik te veel jaren in. Jij wil gewoon speelronde 29. Ja, nou ja, dat met kerst zijn we kampioen. Wat ik wel eens in de arena heb gehoord, dat vind ik eigenlijk prima. Ja. Ja. Er zijn andere liedjes als Schreuder rot op. Ja, nee, maar vorig jaar was het feitelijk ook best spannend. Hè? Laten we wel zijn. Dat, zeker weten, zeker. Dat was echt wel met de hakken over de sloot de laatste periode. En ja, ik vind het fijner als het met ruime afstand is. Maar voor het voetbal is het misschien, hè, voor de neutrale kijker die wij niet zijn. Nou, het enige wat ik er nog wel over... Je hebt natuurlijk wel in de boerjaren, daar stond je wel eens tijdens de winterstop, stond je 11 punten achter of zo. Alleen nu, we zitten nog vrij vroeg in het seizoen. Hè? Er kan nog echt superveel gebeuren. Alleen dat vergeten we wel eens, omdat die winterstop natuurlijk al is geweest. Ja, het is meer... Kijk, ik bedoel, het kan echt nog wel goed komen. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat Ajax de beste selectie heeft van de Eredivisie. Maar ja, het kan nu ook wel echt makkelijk misgaan. En dit spel wat we de afgelopen wedstrijden hebben gezien is... Ja, op basis daarvan kun je echt niet denken dat Ajax kampioen wordt. Nee. We gaan straks nog even vooruitblikken richting de klassieker. Maar waar je je bij Ajax altijd aan vast kan houden zijn herinneringen. En dat doen we in de Pantelic podcast door middel van het wegsturen van Tamar naar verschillende Ajax-prominenten met een bijzonder Ajax-item. En deze week ging ze langs bij Floor Wesseling van Blood In, Blood Out. Dit is Mokum's Memories. Ja, we staan hier bij Blood In, Blood Out. Wat gebeurt hier allemaal? Want ik zie, ik denk 150 shirts hangen. United, Barcelona, Nederlands elftal. Alles door elkaar heen. Ja, wat doe je daar allemaal mee? Blood In, Blood Out is een project waarbij we identiteit maken. En we gebruiken voetbalshirts. En we combineren voetbalshirts. Dus we maken voor jou een uniek ding wat jouw identiteit laat zien. En daarvoor gebruiken we dus wat jij kiest, wat jij wil. Dus het kan je favoriete club zijn, het kan je bloed zijn, dus als je ouders van verschillende afkomst zijn. Het kan je favoriete wedstrijd zijn. Als je een speler bent en je hebt bij verschillende clubs gespeeld, kan dat allemaal bij elkaar. Echt van alles. En dat heb je ook gedaan, toch, voor verschillende spelers? Ja. Hun carrière in één, als ik het zo moet zien, hun carrière in één shirt... gemaakt? Ja. Wat voor shirts heb je daarvan gemaakt? Wereldsterren zoals Ronaldinho. Edgar Davids ook. En dan is het eigenlijk shirtje ruilen voor een foto. Dus wij maken een shirt en dat geven we je cadeau. En in ruil daarvoor ontmoeten we je. Dat vonden we heel belangrijk. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook het leuke, weet je, als je voetbalfan bent en zo'n ster kan ontmoeten. En die krijgt ook echt, de meeste dan, die krijgen ook echt een cadeau waar ze denken van wauw, dit is echt te gek. En dan heb je ook bijvoorbeeld deze, dit is iets simpeler. Deze waren een afspraak met Pirlo, maar ging niet door corona. Want deze moet nog steeds naar hem toe. En dat, weet je, dit is weer heel simpel. Maar het is wel echt een gepersonaliseerde dus. Ja, het is echt voor hem. Dolberg vond ik ook heel cool. Wel vet met dit shirt van hem. Het verhaal van Dolberg, van deze was... Hij was hier een fotoshoot aan het doen voor zijn Instagram met allemaal dure auto's. Ja. En hij stond er heel ongemakkelijk bij. À la Dolberg. Ja. En we keken vanuit het raam zo, hey shit, dat is Dolberg. En we hadden dit shirt al gemaakt. Dit is zijn Deense club met dat uitshirt voor Ajax. Met die kruisen. Ik ren naar beneden en zei, hey man, ik ben Ajaxiet. Ik vind je tof. Hier heb je shirt. En hij zei, what the fuck? Lijkt me ook wel een eer, want dan heb je, ja, zijn carrière is natuurlijk nog niet klaar, maar dan heb je wel je carrière al samengevoegd in één shirt. Ja, ja, en maar dat hebben eigenlijk al die voetballers wel. Sterker nog, we hadden een keer Ronald de Boer gedaan. Hadden we gevraagd, weet je, van mogen we voor jou een shirt? En dat was een van de eerste spelers die we hadden ontmoet met dit project. En hij had het gepost. En toen belde Liedman op. Zo van, kan je voor mij een shirt maken? Ik zei, is dit een grap? Tuurlijk, ja. En toen zei hij van, ja, maar dan en dan ben ik er. En maak alsjeblieft een shirt voor me, ik vind het helemaal te gek. En dan maak jij een fotootje en zo. En ik zei, ja, is goed. Dus hadden we 's ochtends een ontbijtje met Jari. Is ook wel een heel mooi shirt geworden. Ja, dat is cool. Echt heel erg vet. Ja. Oké, maar ik ben benieuwd. Ik wil meer zien, meer Ajax. Let's go. Ja, dit is onze studio, Graafs Ontwerpstudio. Daar heb ik een collectie shirts die ik niet verknip, zeg maar. Er zit ook wel veel Ajax 95 bij en ouder. Weet je, of dit soort dingen van mooie Ajax shirts. Ja, dit zijn wel haast zonde om er schaar in te gaan zetten. Ja, dit gaat echt niet gebeuren. Of dit soort dingen. Met twee logo's. Gekke combinatie shirtjes die we ooit voor Sjaak Zwart en Simon Tamaat hadden gedaan voor een of andere campagne. Wel heel vet. Ik heb het nog nooit gezien met meerdere logo's. Ja, we wilden, dit is eigenlijk belachelijk, toch? Nou, ik vind het wel vet. Ja, vind je cool? Ja. Ja, het was een beetje over de top, maar dat was ook het idee. Om een soort van Mr. Ajax-achtig ding te maken en zo. Ik zie daar ook nog een heel erg mooi shirt die mij wel doet herinneren aan een bepaalde periode met een hele hoop handtekeningen. Dat is die van 2017, als ik het goed heb. Ja. En wat was het verhaal achter dat shirt? Want van wie zijn die handtekeningen? Hoe kom je eraan? Ik heb Blood In, Blood Out gedaan. En dat doe ik nog steeds. Maar door dat project werd ik ontwerper bij Nike. Voetbalshirt ontwerper voor Nederlands elftal, Brazilië, Frankrijk, Engeland. WK 2014 en later 2016 ook. Maar het was altijd wel een droom om voor Ajax iets te doen. Alleen Ajax is heel erg Adidas natuurlijk. Ja. Maar toen ik stopte bij Nike en ik hier weer ging werken als echt grafisch ontwerper, toen belde Nike weer op. En het waren gewoon vrienden, weet je, waar ik vroeger mee had gewerkt. En die zeiden van, ja, zoals je weet, er is een finale in Stockholm tegen United. Dus we moeten wat doen. En Richard bedacht een term, Mokum's Finest. Wat eigenlijk sloeg op ons als groep. In het Ajax 1 speelden heel veel jongens op Nike. Kiksen. Maar goed, Ajax is Adidas. Zal altijd zo blijven, denk ik. Hoop het niet, maar denk het. We moesten een soort van list verzinnen van hoe krijgen we die gasten op die foto. Want we wilden een hele simpele, rauwe foto maken. Zwart-wit. En met een soort van stiftstreep door hun gezicht heen. Een rode streep. Een beetje schuin, een beetje rauw. Toen hadden we bedacht, ze trainen op een bepaalde dag op de toekomst. Maar we huren het indoor tennis dingetje bij Borgland af. Ja. En dan konden ze via het hek Er zat een gat in het hek, aan de achterkant bij de toekomst. Konden ze via het hek even wegsluipen en dan snel binnenkomen door een deurtje, hadden we openstaan. En dan een widescreen neergezet, konden ze er even voor staan en weer weg. Dus het was echt een soort stiekem achter de schermen. Ja, even tijdens de training. Toen had ik ook dit shirt neergelegd van, hey gasten, zet even een handtekening. Want dan heb ik een mooi aandenken, weet je wel. En was je vervolgens ook bij die finale in Zweden tegen United? Jazeker, ja. En hoe was dat? Nou, we hadden dus die fotoshoot gedaan, posters gemaakt. En het idee was dat we die een week later de hele stad onder zouden gooien met posters. Dat was ook gelukt. Dat was... in één nacht gewoon heel Amsterdam vol met posters op winkelruiten, al die paperbussen en zo, losse posters. Uitgedeeld ook aan verschillende mensen en zo. En ondertussen waren wij in diezelfde nacht, het Mokum's Finest team, waren keihard aan het zuipen. Zo van het is gelukt en zo en morgen gaan we naar die finale. We made it. Ja, en dat was, nou dat werd steeds korter slapen zeg maar. We reden Denemarken in en ergens 9 uur 's ochtends, Edwin van Zanen, sportsmarketing, krijgt een belletje vanuit het hoofdkantoor van hey, het blijkt dat we hebben een campagne gedaan, maar Ajax heeft net gebeld en alles moet weg. En hoe lang hing het er toen? Nou, toen hing het dus net, ze hadden het 's nachts dus opgehangen. Het zal het zijn een paar uurtjes, maar dat mensen het hebben gezien is, nou ja, de ochtendspits. Ja. Toch? De ochtendspits, that's it. Ik denk dat het een paar uur heeft gehangen en dat natuurlijk, het had zo'n impact, het was overal in Amsterdam, dat natuurlijk mensen van Ajax en Adidas dus het ook hebben gezien. Die merken het helemaal ook. Gek werden. Zo van, wat is dit, weet je? Nike doet de Ajax-campagne, terwijl, ja, dat kan contractueel helemaal niet. En we lagen helemaal in een deuk in die auto, behalve Edwin natuurlijk. Want die moest het even oplossen met een jurist. Maar het had zijn doel al bereikt. En mede ook omdat we hadden eigenlijk bijna per ongeluk, hadden we allemaal toffe filmpjes gemaakt en gifjes van de foto's die we hadden. En die spelers zelf vonden het helemaal te gek. Dus die hadden het al op hun kanalen gegooid. En dan heb je ze al. Dan heb je alle Ajaxiden natuurlijk al binnen. Dat was al genoeg. En je hebt er nog steeds een mooie herinnering aan. Ja, zeker. Ook al is het misschien niet even leuk afgelopen, de finale en de campagne. Het was geweldig. Ook dat we hebben verloren maakte niet zoveel uit. Het was... de weg ernaartoe was natuurlijk al een hele bijzondere. Ja, ja zeker. Yes, Tamar dus bij Floor Wesseling. Nou ja, hier zo'n kaartje van Liepman, hè, van die een Ajax-shirt heeft, een Liverpool-shirt, een Barcelona-shirt. Vind ik wel bijzonder, dat al die spelers komen dus echt bij hem terecht om zo'n shirt van hunzelf te krijgen. En dus ook veel Ajaxiden. Ik vind een plaatje van Dolberg, misschien kunnen we die erin monteren of even in de beschrijving zetten, vind ik een van de mooiste. Het shirt staat hem echt gruwelijk. Maar volgende week gaat Tamar ook weer langs. Bij een hele mooie gast. Ik zeg nog niet wie het is, maar ik kan Nico Tagliafico heel mooi uitspreken. Okay. Weet je het dan? Of niet? Ja. Dan weet je het. Ja, dan weet de bestuurlijke chaos, Chris. Hoe kijk jij daarnaar? Zit je in kamp iedereen oprotten of nee, helemaal genuanceerder? Helemaal niet. Ik denk sowieso dat we de invloed van de directie ook weer niet moeten overschatten. Ik bedoel, we hebben allemaal de Cruijff-revolutie meegemaakt, waarbij iedereen rollend over de grond ging en Ajax kampioen werd. Ja, ja ik bedoel, als jij rechts Constantiao, denk je dat hij zich heel erg druk maakt over wie er bij wie is. Oké, natuurlijk. Het hete hangijzer is natuurlijk een technisch directeur. Ja. Nou ja, we spelen volgende week tegen een team dat ook geen technisch directeur heeft. Nee. Dus het zegt ook niet alles. Ja, het ziet er wel raar uit als je zegt, ja, we zijn bezig om een technisch directeur te halen. En ja, oh ja, nu moeten we ook nog een trainer halen. En ja, dan gebeurt er niks. Ja. Ik weet, het is wel heel makkelijk om te zeggen ook van, ja, Huntelaar en Hamstra, die zijn ongeschikt, want het is natuurlijk een soort sneeuwbal. Ja, je speelt niet goed genoeg, dus dan zijn je spelers ook niet goed genoeg. Dus dan zijn je aankopen ook niet goed genoeg. Ja. Zo makkelijk is het dan op een bepaalde manier. Om dan, wat gaat er dan gebeuren? Dan is Van der Sar ontslagen of zo. En dan moeten we iemand nieuws vinden die dan de club helemaal niet kent. Ik begrijp wel wat ik hoor, dat hij op de werkvloer gewoon populair is, Van der Sar. Mm-hmm. Ja, nou, hij maakt heus wel fouten. Kijk, waar ik moeite mee heb, is als je algemeen directeur bent, heb je een representatieve taak. En hij ontlast Schreuder te weinig. Kijk, dus je bent het ermee eens, hij moet zichtbaar zijn. Ja, en je moet, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Mensen zijn verdachten van ernstige feiten. En dan hebben ze een advocaat die, zeg maar, een soort van neutraal maakt, waardoor ze zelf niet met al die emoties naar buiten hoeven te treden, maar iemand spreekt voor hen. Kijk, kennelijk is er iets tussen Schreuder en Blind. We gaan het er zo geloof ik nog over hebben. Ja. Dan moet Schreuder eigenlijk gewoon zeggen, ja, ik ga niet over het personeelsbeleid. Ik vind het niet netjes om inhoudelijk iets over onze gesprekken te zeggen. Belt u Van der Sar en dan komt Van der Sar en die gaat een keer op een statement. En als hij het heel eng vindt, dan doet hij het bij Ajax TV. En als hij heel dapper is, dan doet hij het bij een journalist die kritische vragen stelt. En dan legt hij gewoon uit, dit en dit en dit is er aan de hand. En daarom hebben we ervoor gekozen. Maar nu zie je en hoor je eigenlijk helemaal niks van hem. Het enige wat je ziet is, hij is op de foto gegaan met de schaker, Magnus Carlsen. Ja, dat vind ik dan wel goed. Maar daar krijgt hij veel kritiek op. Ja, dat vind ik dan ook. Ja, ik bedoel, hij is het uithangbord van onze club. Dit is misschien wel de allerbeste schaker ooit. En er is ook een dag, mensen zijn waarschijnlijk niet zo geïnteresseerd in schaken. Ik vind dat wel leuk. Ja. Er wordt hier in Wijk aan Zee Tata Steel gespeeld. Dat is zeg maar het Wimbledon van het schaken. Ja. Dus dat toernooi heeft het meeste aanzien in de wereld. Daar is de hele wereld op. En één dag daarvan spelen ze in de arena. Kun je gratis naartoe, moet je alleen even registreren en dan kun je de top van het schaken zien. Nou, dus dat is binnenkort. Ja, en Magnus Carlsen is wel een grappig verhaal. Die houdt heel erg van voetbal. Hij schijnt ook goed te zijn met Haaland. Daarom was hij ook al bij Borussia Ajax. Mm-hmm. Hij heeft ooit in de Fantasy Premier League met echt honderdduizenden deelnemers eerste gestaan. Hij komt gewoon naar Ajax. Ja, en dan als hij zo iemand bij Ajax komt, ja, dan ben je even op de foto. Ja, dan ga je even op de foto. Ja, ik bedoel, heeft Ajax daardoor... Maar het is natuurlijk wel dat mensen heel erg kritisch zijn dat we hem niet zien. En als je dan opeens op de foto staat met de schaker... Ik bedoel, ik ben het er ook mee eens dat hij op de foto gaat met de schaker. Dat is allemaal prima, maar het is wel gek dat we hem voor de rest niet horen. Nee, ja, hij moet zeg maar op die momenten, en dat gold met Overmars was dat ook al... moet hij de wind uit de zeilen nemen. Ja, hoe kan je nou zeg maar voor Schreuder, hè? Dan heb je zeg maar gelijk gespeeld bij Emmen... En dan moet je ook nog uitleggen waarom Blind weggaat. Ja, als je net met 4-0 bij PSV hebt gewonnen... dan kan je zeggen, ja, we hebben hem niet nodig. Maar ja, als er dat allemaal gebeurt, zeg maar... dan is het, dat kan je nooit winnen. Dus dan moet je het weg kunnen schuiven... en dan komt je algemeen directeur... die namens de technische staf zegt... we hebben deze en deze dingen zijn er gebeurd... en daarom hebben we het gedaan. Maar jij legt het best duidelijk uit... en jij zegt van, het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft... Maar dat lijkt binnen de organisatie, lijkt dat nog wel eens de vraag, toch? Ja, en dat is heel jammer, want volgens mij, wat ik bijzonder eraan vind, zijn dit soort dingen gaan mis bij Ajax, terwijl het vragen zijn die je gewoon kan verwachten. Ja, natuurlijk als Overmars weggaat vanwege een schandaal, dan is de eerstvolgende vraag ook aan de trainer, van ja, hoe is dit gegaan? En Ten Hag deed dat toen best redelijk, maar zelfs dan zou je al denken, je kunt hem onnodig in de problemen brengen. Geef hem gewoon de mogelijkheid om te zeggen... Spreek met onze directeur, die gaat het uitleggen. Ja. Hey, Klaas-Jan Huntelaar gaf een interview aan de Parool, Dick Sintony. Ja. Vond ik leuk en goed om te lezen. Ja, vond ik ook. Heb ik ook gelezen. In de rest van het land zullen ze zeggen dat het in het AD stond, want dan was het ook. Maar maar is dat stond, zo? Ja, het stond ook in het AD. Maar hoe dan ook, dat het Parool en het AD werken samen. Ik heb het gelezen bij het Parool. Ik ook. Oké. Goed interview. Alleen wel zorgelijk dat hebben we al eerder benoemd, zeg maar zo'n zaakwaarnemer. Ja, en dat legt hij dan uit. Ik vind het heel goed en het mag ook echt als je bij Ajax speelt dat je zegt, luister, we verliezen, 5, 6 basisspeler, een trainer en een technisch directeur. Wat denk je dat het dan daarna beter gaat, zeg maar? Vind ik terecht. Alleen je hoopt, Ajax heeft de grootste dataafdeling van Nederland. Ja, we hebben een podcast over media kunnen luisteren met iemand van de data. Dan merk je een beetje hoe geavanceerd en hoe ver dat is. Ja, dan hoop je toch dat als ze een nieuwe verdediger zoeken, dat ze daar beginnen. En kijk, want een zaakwaarnemer, die heeft die heeft een belang. En 2, die heeft een beperkte vijver. Terwijl de volgorde zou andersom moeten zijn. Je zoekt 10 kandidaten. En oké, als je het dan goed kan vinden met die zaakwaarnemer... en ze hebben gelijke geschiktheid... ja, dan probeer je natuurlijk die zaakwaarnemer te vinden... waar je het goed mee kan vinden. En je maakt ook gebruik van zaakwaarnemers om die contacten te leggen. Maar het selectieproces moet wel beginnen bij de data... en beginnen bij de scouting. En dan vanaf daar... eventueel naar zaakwaarnemers toe en niet andersom. Ja, het lijkt nu een beetje alsof ze gewoon niet wisten wat ze moesten doen. Dus zijn ze maar niet naar de zaakwaarnemer gegaan van... we hebben deze spelers in deze rollen nodig. En die is met Ocampos, Bessie gekomen. Ja. En dat is de zaakwaarnemer van Schreuder, hè, waar hij bij de bewuste persconferentie over zei dat het heel normaal is dat zaakwaarnemers helpen. Dat is ook zo. Alleen als alles tegen zit, ja, dan wordt het wel eens lastig. Nee, maar het mag nooit het beginpunt zijn. Dat vind ik echt een kwalijke zaak. Maar goed, ja. Eens. En de scouting is daarin ook echt overgeslagen. Ja, en ik denk dat zijn toch verhoudingen. Ja, ga jij maar zeg maar als scout dan zeggen, ja, Schreuder, dat mag je niet doen. Ja. Nee, dus ja... Daarin is natuurlijk ook die functie van zo'n technisch hart. Dat moet consistenter zijn dan eventuele trainers die misschien wisselen. En dan hoop je dat zij de kennis al hebben. En dan nu alleen de pech dat alles in één keer alles was weg. Overmars en Ten Hag. De hele basis viel weg. Daarover zei Huntelaar ook, wat mensen goed moeten beseffen is dat het hart uit de club is gerukt. Als iemand 9 jaar directeur is bij Ajax en in die rol bijna 5 jaar heel nauw samenwerkt met de hoofdtrainer, dan is er iets opgebouwd. Dan zijn de lijnen kort en staan de structuren. Als die 2 speelfiguren vertrekken, verlies je in 1 klap heel veel kennis en kunde. Dat is natuurlijk zo. Huntelaar liep stage. Nou ja, Hamstra was daar voor jong Ajax en de jeugd. En opeens moesten ze het met z'n tweeën dragen. Het is... Ik vind het nog steeds gek dat we nu 9 maanden verder zijn. En dat ze geen, of nog langer zelfs, bijna een jaar, dat ze geen mandaat hebben. Of dat er geen andere technisch directeur is, toch? Ja, een van die 2 moet het zijn. En misschien kunnen ze het blijven doen. Maar dan, ik weet niet per se of dat te slecht is. Dat is voor mij te makkelijk. Maar dan moeten wij kunnen niet hun functioneren beoordelen. Nee, nou, dat is sowieso heel lastig, toch? Bij veel van dat soort dingen. De aankopen kijken. Hij zei wel, hè, dat is wel interessant, waar Overmars en Ten Hag snel konden beslissen, kwamen wij in een situatie waar we met meer mensen binnen Ajax moesten overleggen. En die quote kan je ook een beetje uithalen van, er is echt een soort machtsstrijd gaande achter de muren. Overmars had alles echt heel netjes afgebakend. Sommige zaakwaarnemers kwamen wel binnen, sommige kwamen niet meer binnen. Alles ging via duidelijke structuren. En dat is nu natuurlijk niet. Iedereen probeert die macht te pakken. Ja, dat denk ik ook, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met ervaring. Als jij er zeg maar langer zit dan een lid van de RVC als technisch directeur, dan zul jij natuurlijk op natuurlijke wijze wat meer overwicht hebben. Ja, die RVC, als die er al langer zit en er komt iemand nieuws binnen. Ja, daarom denk ik ook, ja, als je alles wegstuurt, ja, dan komen weer allemaal mensen die moeten wennen aan de club. Ja. Dus ik zeg niet dat je mensen niet verantwoordelijk mag houden voor hun functioneren. Maar ja, alles maar wegsturen omdat de rechtsback het niet goed doet, dat is ook wel weer te ver. Gaat ook te ver. Had jij wel afscheid genomen van Schreuder? Nu of na Emmen? Ja, weet ik niet. Vind ik wel heel lastig. Kijk, het is duidelijk dat als Ajax geen kampioen wordt met dit team, dat de trainer daar ook schuld aan heeft. Maar en wat dan? Zeg maar, dat is, uit onderzoek blijkt gewoon dat trainerswissels op zichzelf niet helpen. Dus als je het doet, dan wil ik iemand die dan ook, waarvan we ook aan het begin van volgend seizoen denken dat hij het beter doet. En niet omdat we nu boos zijn, omdat het dan... 4 of 5 wedstrijden, geen overwinning. Dat is natuurlijk een schande, maar ja. Het is niet dat het voor die reeks van 5 wel heel goed ging. Nee. Gewoon alleen die eerste wedstrijd. Gewoon, het was toch best te verantwoorden geweest als je na Emmen, dus voor die winter, uit elkaar was gegaan. Ja, dat kan. Maar ja, wat krijg je er dan voor terug? En stel je verliest aankomende zondag in Rotterdam? Ja, dan is het kampioenschap heel ver weg. En misschien wel onmogelijk. En dan gaat hij eruit, toch? Ja, dat zou goed kunnen, maar ik weet niet of ik daar blij mee ben. Kijk, ik bedoel, wat ik hoor is, en dat vind ik dat je bijvoorbeeld ook tegen Twente weer dingen van kan zien, dat het technisch en tactisch best wel in orde is. Ja, en dan is het gewoon, zeg maar, en hij is op zichzelf, ik denk in de basis een betere prater dan Ten Hag. Maar ja, als jij de halve finale Champions League hebt gehad, dan luisteren ze naar je. Dus de basiskwaliteiten zijn er en hij zal ook moeten wennen om bij Ajax te werken. En nog even terug naar Huntelaar. Die zegt van, ik heb een contract tot de zomer van 2024. Hij wil een nieuwe structuur bouwen. De jeugd moet de basis zijn. Hij wil dus blijven. Ik begreep best lange tijd dat hij twijfelde aan zijn rol. En of dit was wat hij wilde. Maar hierin zegt hij toch van, nou ja, dit is mijn toekomst. Ja. En dat vind ik wel leuk om te horen. Want Huntelaar gewoon zelf als persoon en hoe hij naar buiten komt, is het altijd wel, toch? Is een publiekslieveling, een clubman. Ja. Ja, zeker. Ik vind, hij heeft de kwaliteiten die hem daarvoor geschikt maken. Ja, kan hij goed onderhandelen met Real Madrid? Ja, Ik weet het niet. Geen idee. We moeten het zien. Maar ja, op zich, ik vind het een plezierig overkomen. In elk geval een guitig bekkie. Ja, ja, en hij is nuchter en hij is... ja. Hij heeft wel kwaliteiten die hem geschikt maken. Ja, voetbal tegenwoordig als 6 in de 6e klasse ergens in het oosten van het land. Oh, dat wist ik niet, maar nou ja. Dus, nou ja, goed. Hij heeft direct een lastige situatie moeten verwerken. Daley Blind, hij zei daar zelf over dat Daley Blind een verzoek bij Ajax heeft gedaan. Eerst via zijn zaakwaarnemer. Hij wilde transfervrij vertrekken. Hij had het nog even over Tagliafico, hè, dat Blind zich daardoor niet gesteund voelde. En natuurlijk, ik heb nog met Daley gespeeld. En het liefst wil je dat een speler die zo aan Ajax verbonden en verknocht is, op de schouders de arena wordt uitgedragen. Maar helaas is dit een lelijk vertrek. Ja. Ja, en Blind reageerde eigenlijk vrij snel bij de NOS. Dat hij niet blij was met de woorden van Klaas-Jan Huntelaar. Dat hij er later nog op terugkomt, volgens mij. Ja, ik moest wel zeggen... Ik had dat bij de NOS nog niet gehoord. En dan sprak ik met een vriend van me over op de tribune. En toen dacht ik eerst, wat is die nu gewoon zelf? Zeg maar gelijk. Maar ja, dat was volgens mij een item wat al gepland stond. En toen werd hij hiermee geconfronteerd. Dus dan snap ik het wel beter. Daley Blind dan, hè? Ja, sorry, Daley Blind. En wat voor mij lastig is... Ja, we weten gewoon niet wat de inhoud is tussen die ruzie of wat dan ook... tussen Blind en Schreuder. Dus we kunnen eigenlijk ook niet echt... Ja, kennelijk Schreuder kreeg van iedereen de schuld... zeg maar, de afgelopen weken. Dat wordt nu minder. We kunnen het ook niet echt beoordelen. Maar ja, ik vind het wel raar dat iedereen nu doet... alsof Blind de oplossing is. Hij heeft 180 minuten gespeeld tegen PSV en Napoli... en 11 goals tegen gehad. Dus het is niet dat hij per se de oplossing is. Nou, ik vind het nog steeds grappig... en dat benoemde ik vorige week ook al... maar dat heb ik afgelopen zaterdag ook weer ervaren... dat ik ben vrij rustig en stil in het stadion. Dus ik roep niet Schreuder rot op. Ik ben ook niet een hele uitbundige juicher. Tenzij het tegen Olympique Lyon thuis en zo is. Ik juich wel, maar gewoon redelijk rustig. En gewoon, er staan dan mensen omheen. Die hebben die hele eerste het seizoen zelf staan schreeuwen dat Blind moest oprotten. En dat hij op de bank gezet moest worden. Weet je wel, want op een gegeven moment was het Blind en Tadić hadden een beetje de schuld. En nogmaals... Om mij heen werd Blind niet vol uitgefloten of zo. Maar hij kreeg wel eens de Zwarte Piet toegespeeld. Ja. En nu zeggen precies die mensen dat inderdaad Blind de oplossing is. Ervaar jij dat ook in het stadion? Ja, niet zo in het stadion, maar in zijn algemeenheid. Ja, misschien zit ik ook... Kijk te veel op Twitter, maar in zijn algemeenheid is dat wel wat er gebeurde. Maar aan de andere kant vind ik wel... Kijk, Blind heeft gewoon te weinig waardering gehad voor zeg maar zijn periodes bij Ajax. Ja. Dat is wel... En ja, hoe dat precies komt, dat is best wel lastig. Aan de ene kant denk ik, omdat zijn gebrek aan snelheid iets is... wat je vanaf een tribune heel goed ziet. En dat goede Pasen misschien toch minder, zeg maar, hoe hij het doet. En ook omdat hij er gewoon heel gewoon uitziet, toch? Hij zou gewoon bij een middelgroot bedrijf op de IT-afdeling kunnen zitten. Ja, en dan worden mensen daar misschien sneller boos op of zo. Ja. Omdat, ik weet het niet, maar ja, dat is wel jammer. Want het is natuurlijk, hij heeft een fantastische dingen voor Ajax gedaan. Ja, dat ben ik met je eens. En ik heb nog steeds wel een beetje, of tenminste, nu beide kampen zijn een beetje aan het praten. En er zijn overal meningen over. Ik heb ook nog wel steeds het gevoel dat beide kampen best wel eens gelijk kunnen hebben. Voor hun eigen belangen. Ja. En voor wat hun uitmaakt. Dus dat het uiteindelijk, er moest een keuze gemaakt worden. Ajax heeft voor Schreuder gekozen. Dat is vervelend voor Blind. Ja, maar ik vind niet... Kijk, als het echt zo is dat hij niet accepteerde dat hij wissel werd, dan heb ik daar wel moeite mee. Gezien het spel ook, zeg maar. Maar hij zegt zelf van... Ja, ik heb altijd in mijn carrière... Ja, dat zal allemaal best, maar... Ik kan alleen maar zeggen dat mensen die mijn carrière bekijken... zien dat ik een vechter ben en dat ik niet zomaar wegloop als ik een keer op de bank zit. Nou ja, kijk even naar zijn carrière. Ja. Heb je het gezien? Is die een vechter? Ja, ik vond dat... Ja, wel. Een opvallende zin. Ik snap wel wat hij zegt. Hij is uitgejoeld, uitgelachen. Toen moest hij naar Groningen toe. Voor iemand die heel zijn leven in de jeugd bij Ajax speelt. Ja. Toen hij 15 was, kon hij naar Arsenal toe. Noem het maar op. En dan word je gewoon naar FC Groningen gestuurd. Ja, en het hele publiek fluit je uit. Terwijl je al 2 generaties lang je best doet voor die club. Dus dat is echt, dat heeft hij ook als heel heftig ervaren. En toen is hij wel gewoon teruggekomen. En gepraat ook met psychologen. En gewoon weer het gedaan. En gewoon heel goed teruggekomen bij Ajax en een transfer naar Man United verdient. Dus ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Alleen de feiten zijn wel, we weten dat hij op 6 november tegen RKC voor het eerst werd gewisseld. Ongeveer, of misschien is hij een keertje op 70ste minuut, maar toen echt vroeg. 22 oktober was RKC toch? Oh, was het 22 oktober? Nou, dan, maar in ieder geval in november heeft hij een aanvraag gedaan om weg te gaan. Dus ja, als daar een verband zit... Ja, 22 oktober. Nou, ja. Toen ging, nou ja, en in begin november is hij dus... of hij heeft in november een transferaanvraag gedaan. Toen heb je de wedstrijd tegen Liverpool nog gehad. Daar startte hij in de basis. Ja. En vervolgens tegen Rangers... ja, nou, ja, als je die wedstrijden tegen Liverpool zag, daar heeft Ajax ook niet echt opgebouwd, nee, toch? Dus, nee. Maar goed, ja, we weten het niet. Nee, Daily Blind hopelijk. Gaat het hem goed in München? En hij komt dus eerdaags met zijn kant van het verhaal. Laten wij naar een van mijn favoriete onderdelen van de Pantelic podcast gaan. Pantelic Roulette. Ben benieuwd wat het gaat worden. Nummer 17. Ja, Daily Blind. Maar blind is hij niet, hoor. Die vindt er altijd één in de goede kleur. Ja, Chris, dit keer nummertje 17. Het rugnummer van Daily Blind. Draai je ook echt aan een roulette? Of, Ja, tuurlijk. Okay. Tuurlijk. Onze Amsterdamse mevrouwtje heeft zojuist weer een balletje laten rollen. Dit keer nummertje 17. Ik moet dan eigenlijk alleen maar aan Daily Blind denken. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat jij dan denkt aan André Demchenko uit 95, 96. Nee, ik denk aan Benni McCarthy. Ja? Ja, kijk hem eens hard gaan, paas hem die bal aan. Ken je dat nummer? Nee. Toet toet, boing boing, Benni McCarthy, Benni McCarthy. Kijk hem eens hard gaan, paas hem die bal aan. Benni McCarthy, wat een talent. Was een hele goede voetballer. Dat werd toen gezongen, op de tribune. Op de tribune. Was een goede voetballer. Oh, dus Zuid-Afrika. 2 jaar bij Ajax gespeeld. Tenminste met rugnummer 17. 97, 98, 98, 99. Ja, dat jaar 98 was Ajax heel goed. Meer dan onder zijn leiding een beetje? Of wie waren het? Nee, er was Danny Blind nog bij. En Arve Latsen, denk ik. Ja, en Morten Olsen als coach. Dus dat was meer dan 100 doelpunten. Voor mij is die periode, zeg maar, van... Ik ben geboren in 1994 en de verhalen van de Champions League succes onder Van Gaal, die heb je allemaal gehoord. En dan vanaf 2003, 2004 ben ik ongeveer zelf naar Ajax gaan kijken. Maar die jaren ertussenin, ja, die ken ik van Daar Horen Ze Engelen Zingen, die documentaire over Jan Wouters. Ja, maar, ja, daarnaast heel snel heel slecht gegaan. Maar dat jaar 98 was nog wel een witte raaf. Nou ja, verder Wamberto, Anastasiou, Kroon Deli. Jan Vertongen heeft nog een jaartje met rugnummer 17 gespeeld. Rob Wielaert en Václav Czerny. Václav Czerny kreeg applaus, hè, bij zijn wissel. Ja. Die is natuurlijk best wel... Die heeft heel veel last gehad van die gemiste kans tegen de Graafschap in die kampioenswedstrijd toen. Ja. Hij heeft best veel bedreigingen gehad. Ook gewoon van, nou ja, ik noem het nep-supporters als je een speler dan gaat bedreigen. Maar daar heeft hij best veel last van gehad. Maar nu kreeg hij applaus in de arena. Vond ik heel mooi. Ja, oh, dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. Hij liep ook niet. Jij zit tegenwoordig op Noord, ik op Zuid. Dus hij liep via de Zuidkant terug. Ja. Hij kreeg een mooi applaus. En ik vond het heel erg vet om te zien. Hey, dan... ik had 's middags in de stad, dronk ik wat biertjes. Dus 's avonds in de arena, boven de €7. Ik heb geen bier meer gedronken. De prijsverhoging. Wat heb jij daarover te zeggen? Ja, het wordt wel steeds duurder. Het is niet echt een volkssport meer. Meer dan €7 voor een half liter bier. Ja, dat gaat nergens over. Maar het is 600... Ik zag wel, dat had ik me nooit gerealiseerd. Maar het is meer dan een half liter, zag ik. Stond in, ja, iemand tweette zo'n prijsschema. Okay. Maar goed, hoe dan ook. Ja, het zijn belachelijke prijzen. En je mocht hopen, zeg maar, dat Ajax wat doet om die prijzen wat lager te krijgen. Ja. Voor de duidelijkheid, de cateraar is niet van Ajax. Nee, precies. Van in principe hebben ze er geen rechtstreekse invloed op. En toen, daar ben ik wel blij mee. Want elke keer als ik namen ga noemen, dan ben ik blij als ze niet bij Ajax horen. Maar nu manager, heb je de cateraar opgezocht. Manager catering Josien Rieks. Nee, die stond gewoon vorige week met een interview in Ajax Live. Die had een onderzoek gedaan naar de cateringprijzen. Daaruit bleek dat supporters de prijs te hoog vonden. Daarover zei zij toen... dat zij zich absoluut bewust was van wat Ajax-supporters van de horecaprijzen vinden. Ook doet de arena er volgens haar alles aan om prijsverhogingen van bijvoorbeeld leveranciers niet zomaar door te belasten. Hierbij kijken ze naar waar een verhoging van de prijs het minst wordt gevoeld door supporters. Nou ja, en een week later werd de boel verhoogd. Ook zo'n treetje waar je dan je 6 biertjes in meeneemt, kost nu ook 25 cent. Ja. Kan je ze dan ook weer inleveren of dat niet? Ja, dat kan dus niet. Nee. Dat is heel gek. Als je nu kijkt naar festivals en zo, daar krijg je dan zo'n plastic beker, weet je wel. Dat is goed voor het milieu. Als je hem dan daarna aan het eind weer inlevert, dan krijg je €2 terug. Ja. Zo'n systeem moet hier toch ook in zitten. Dit voelt wel een klein beetje van, ja, kom op. Meer dan €7 voor een biertje bij een voetbalwedstrijd. Ja. Het wordt er niet toegankelijker op. Nee, het is heel duur. En ik snap wel dat... dat de F-site en de AFCA supportersclub en zo daar bezwaar tegen maken. Jij... Maar werd er ook, zeg maar, minder bier gedronken? Nou, ik weet dat dus niet. Nee, want je kwam niet bij de kiosk. Nee, jawel. Nou ja, ik ben wel even wezen plassen. En ik heb wel een broodje kroket gekocht, wat ook veel te duur is. Maar nee, het was naar het eerste gezicht was het minder druk. Maar dat zal de komende weken natuurlijk niet meer zo zijn. Maar er staan wel mensen. Ja. Want ik ken ook wel momenten, zeg maar, dat er bij de fanatieke aanhang werd gekozen voor je. Ja, dat is echt maar de catering mocht. Werd afgezet. Ja. Ja, en dat... Nou ja, maar het kan natuurlijk wel invloed hebben dat als niemand bier haalt, dan gaan de prijzen weer omlaag. Ja, nou ja, ik bedoel, laten we wel zijn dat, zeg maar, en dat is nog steeds vaak duur, maar ik heb het idee dat de lobby, zeg maar, van de supporters, bijvoorbeeld op de Champions League prijzen en de kortingen daarvoor voor seizoenkaarthouders, invloed heeft gehad. Dus je kunt ook, als je je verenigt, invloed daarop uitoefenen. En natuurlijk, Ajax kan niet zelf aan de knoppen draaien, maar ze zullen heus wel invloed hebben, hoor. Ja, nou ja... Drink je biertje de komende weken rondom de arena. Hebben we het supportershome, fans, Café Baco, de stad. Ja. Ja, als je daar al heel veel bier drinkt, hoef je in de arena niet meer zoveel te drinken. Dan gaat de prijs misschien weer omlaag. Gaat dat zo? Ik weet niet of het zo gaat. Misschien ja, dat weet ik niet. Maar goed, ja. Maar nee, ik vind dat de prijs wel iets omlaag mag. Ik vond ook Union Berlin was ook duur. Dat was 38 euro met korting voor de 16e finale van de Europa League. Ja, ja, dat klopt. Ja. Is het daarmee eens? Ja, dat is duur, ja. En dan ja, ik denk toch dat ze dan uit die Champions League-modus komen en denken van ja, we kunnen dat nog wel doen. Terwijl Ajax eigenlijk de afgelopen jaren daar best wel stappen in heeft gemaakt door bijvoorbeeld bekerwedstrijden tegen amateurclubs en zo heel goedkoop te maken, waardoor mensen die eigenlijk normaal niet naar Ajax kunnen omdat ze er niet tussen komen, naar Ajax gaan. En dan ook besmet raken misschien met het virus. En dan ook proberen een seizoenkaart te kopen. Ja. Wat dat betreft binnenkort weer een mooi affiche hè, in de Johan Cruijff Arena. Het vrouwenvoetbal, de klassieker, komt naar het stadion voor de allereerste keer. Eerder dit jaar was het al een keer in de Kuip. Ja, geschikt voor vrouwen en kinderen, toch? Ja, dus, ja, maar ik vind dit wel... sommige mensen hebben helemaal niks met vrouwenvoetbal, sommigen wel. En dat is allemaal, vind ik, oké. Je hoeft er niet naar te gaan kijken. Het is niet verplicht. Ik vind het ook niet. Je hoeft er ook niet tegen te zijn. Dat slaat dan weer nergens op. Zelf vind ik het wel leuk dat ze het in de arena. Ja, en ik hoop ook dat er veel mensen komen. Het is toch een mooie kans. En het is een mooie kans om mensen kennis te laten maken met de arena. Ja. Dus ja, dat verdienen ze ook. Ga jij daarheen? Ja, ik ga er wel heen, ja. Met de kinderen en zo. En familie en ooms. En, ja, het is op welke datum? 4 maart. 4 maart. Om 16:30 op zaterdag is het, hè? Om 16:30. Ik ga ook kijken. Ik was van plan. Ik had Audrey, die is voor Ajax. En die gaat regelmatig. Die is regelmatig voor de Pantelic podcast ook naar Ajax geweest. Die vroeg ik van... hey, zullen we samen gaan? Maar zij ging al met het hele voetbalteam. Ja. Dat is echt wel... Het is ook een soort erkenning, hè? De volgende stap in het vrouwenvoetbal. Ja, het zou mooi zijn toch als dat altijd in het stadion kon zijn. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel mensen er kijken op de toekomst. Nee, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat het een keer de klassieker op Varkenoord is een keer uitverkocht geweest. In de Kuip eerder dit jaar waren er volgens mij 14.000. Ja, dus... 14 met een reden. En nou ja, komende week de mannenklassieker aankomende zondag. Ja. Met angst en beven richting Rotterdam, Chris. Nou ja, goed, je kunt toch onmogelijk, als je zeg maar, dat spel van de afgelopen weken ziet, kun je niet denken van dit wordt een makkie. Nee. Hoe zou Steven Berghuis de spelersbus instappen? Nou ja, goed, ik denk wel, ja, er is ook weer bij die wedstrijd Groningen-Feyenoord over hem gezongen en zo. Ik denk echt dat het bizarre vormen aanneemt, dat kunnen we wel zeggen. En ja... Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik hoop dat hij speelt en dat hij goed speelt. Ja, we hebben natuurlijk... vorig jaar sta je er eigenlijk best goed voor. Ja. En op dat moment werd er best wel gesproken van... stel, de klassieker is in de Kuip met supporters. Moet hij dan wel meedoen? Nu sta je er dusdanig slecht voor. En is het een van je beste spelers dat hij moet gaan spelen, toch? Ja, maar sowieso vind ik dat je daar niet voor mag zwichten. En het is aan de lokale autoriteiten al daar om te zorgen dat de veiligheid bewaakt wordt van de spelers. Ja, er worden netten rondom het veld geplaatst. Gisteren bij Tottenham Arsenal krijgt Ramsdale, de keeper van Arsenal, krijgt een trap van een supporter. Ja. We hebben laatst in Turkije gezien dat er werd geslagen met een staaf. Ja, nee, er zijn genoeg slechte incidenten, hoewel je natuurlijk ook... bij die wedstrijd, de Noordlanden derby, gewoon 3000 uitfans ziet. Ja. Die gewoon op eigen vervoer daarheen mogen. En die daar dus ook daar gewoon... zijn de wetten dusdanig... Tottenham reageerde volgens mij ook heel erg streng en scherp. Die gaan direct ingrijpen. En als je het direct in de kiem smoort... Dat doen ze natuurlijk in Nederland. Helemaal niet individueel straffen. Nou ja, dat gebeurt ook. Ik bedoel, ja, maar wel te weinig. Niet hard. Ja, maar als jij zeg maar doet wat er gebeurde bij Spurs Arsenal... Ja, dan word je gewoon aangehouden, hoor. En... Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, dat is een beetje zoals Wesley toen, toch? Ja, ja. En dus... ja, mensen wijzen altijd maar naar de wetten, maar ik denk dat het meer in de uitvoering zit. En het feit, kijk, ik bedoel, dat hè, die decennia lange combi's, ja, als je een wilde dier in een kooi stopt, dan worden ze gek. Dus ja, nu kun je niet, je kan nu niet zomaar zeggen, kom maar langs. Nee. Maar ja, waarom zou dat dan zeg maar in al die Celtic, Rangers, Arsenal, Spurs, daar lopen allemaal supporters... En daar is de politie gewoon al heeft als taak... Oké, er komen hier supporters van de uitploeg... en wij gaan zorgen dat die veilig naar het stadion komen. Ja, in Nederland is het al combi voordat er... ja, je kan gewoon als jij een beetje druk doet op een forum... kan je zorgen dat een wedstrijd een combi wordt. Ja. Ja. Afgelopen weekend trouwens... FC Twente vrij vervoer hè, naar Amsterdam. Ja, ja. Dus dat vond ik echt heel erg opvallend. Volgens mij is het allemaal goed en rustig verlopen. Ja, was wat reur. Ik zit op Noord nu tegenwoordig. Dus ik zag dat... ik was kort daarna, er was wat politie toen. Ze liepen langs en dan gingen wat bewegingen. Maar ja... Dat, kom jij dan ook in beweging? Nee, ik kom dan niet in beweging. Pak me verrekijker en ga kijken wat er aan de hand is. Nee. Hey, Schreuder zei het volgende over die klassieker. Wij willen iedere wedstrijd winnen. Of dat nou NEC, FC Den Bosch of Feyenoord is. Ja. Dat is precies niet de instelling die je moet hebben, vind ik. Wat moet hij dan gewoon zeggen? Hij mag toch best zeggen dat dit een wedstrijd op zich is. Dat het een hartstikke bijzondere klassieker is. Dat je 5 punten achter staat. Dat je ze komt opvreten of zo. In plaats van, ja, net als tegen de FC Den Bosch willen we winnen. Nee, wat is dat nou weer voor uitspraak? Ja, maar ik snap wel dat hij nu denkt... ja, we moeten de druk er een beetje afhalen. Ja, volgens mij lukt dat hem dus niet. Nee, ja. Zeker niet met dit soort... Ik kan me best voorstellen dat je als Ajax denkt... ja, dat is echt heel on-Ajax... maar dat je gewoon denkt... nou, we gaan in de basis beginnen... en we kijken eerst eens even of we het gewoon, zeg maar, volhouden. Ja, dat klinkt heel... Maar ja, als je, zeg maar, zo weinig patronen hebt in het voetbal de laatste weken... en dan, ja, er is genoeg kwaliteit om uiteindelijk, zeg maar, te scoren... Die verdediging van Feyenoord is niet dusdanig dat ze Concecao kunnen tegenhouden. Dus die kansen komen vanzelf. Maar zorg nou eerst eens dat die basis goed is. Laat je middenvelders maar dicht bij je verdediger staan. Probeer zo op te bouwen. Want hoe gaan ze spelen? Want Rens is geschorst hè, nu. Ja, ik denk dat Alvarez naar achteren gaat. Dat is wel ook qua snelheid. Niet per se. Nee, ja, dat klopt. Maar ja, als je laag op het veld staat. Ja, wie zegt dat je die snelheid nodig hebt? En ja, dan een middenveld met Taylor, Klaassen en Berghuis. Ja. Tadic, Brobbey en Concecao. Ja, dat vind ik helemaal niet gek. Wat is jouw mooiste herinnering aan een klassieker in de Kuip? Ik vind eigenlijk het leukste, vond ik de goal van Dolberg. Ja? Ja, ja, omdat hij gewoon... Zij zijn zo boos en Dolberg loopt gewoon... Ja, another day in the office. En hij scoort gewoon en hij loopt gewoon weg. Hij juicht niet. Hij doet helemaal niks. Nee. En ik vond die dubbele bekerfinale ook hilarisch. Ja? Ja, omdat ze gewoon, zeg maar... Weet je, door die domme maatregelen van geen uitsupporters en zo... zou dan die bekerfinale daar zijn. Nou, dan kwam er allemaal reuring. Nou, dan werden er 2 bekerfinales. En Ajax wist gewoon, ja, als er 2 bekerfinales zijn... kunnen ze nooit van ons winnen. Nee. Dat kan helemaal niet. En dan... Ja, was het al in de arena? Volgens mij, ja, de arena was eerst. Ja, en dan, 2 keer Siem de Jong. Ja, en dan win je het daar ook nog makkelijk. En kijk, ik vind het helemaal geen nadeel hoor, dat er publiek is. Want ze blazen zichzelf op. Dat zie je. Ik vond echt die wedstrijd vorig jaar, zeg maar, toen bewaarden... Toen konden ze rustig blijven omdat er geen supporters en nu, waren. Ja, ze moeten dan boos zijn. Ze zijn allemaal woedend daar. En nou ja, Ajax moet gewoon rustig wachten. En dan kunnen ze gewoon hun spel gaan spelen. Nou ja, ik hoop het vooral. Ik heb meer hoop dan geloof. Maar misschien komt dat door de week heen. Ik vond nog steeds... Mijn favoriete klassieker moment is nog steeds die klassieker... dat Ajax er eigenlijk helemaal niks van bakte... maar wel won door Ricardo van Rijn. Door die vrije trap. Met 0. Ja. Ja, maar dat was ook... ik snap wat je zegt... Maar dat was ook wel gewoon, ja, je wordt dan gewoon overklast. Dat is niet iets wat we gewend zijn. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dat je dan alsnog wint. En toen keek ik toevallig gewoon thuis in het oosten van het land. Daar zijn al mijn vrienden voor Feyenoord. Dus dan was je de enige Ajaxiet in de kamer. En dat vond ik wel gewoon mooi. En ik ben er 1 keer geweest. Bij de allerlaatste met uitsupporters. Toen zat ik in een skybox. Toen werkte mijn vader dus bij AZR. Dat was destijds de hoofdsponsor. Of Fortis, 1 van die 2. En... Zaten we in de skybox, mocht ik niks van Ajax. En toen had ik wel Ajax sokken aangedaan. En toen scoorde Jeffrey Sarpong en toen heb ik die sokken in het legioen gegooid. Oh, moesten we na de wedstrijd 1,5 uur wachten. Door jou? Nee, ja, gewoon alleen ik. Met mijn vader. In die box. Omdat jij geen sokken meer aan had? Nee, omdat de Ajax sokken in waren gegooid en mensen boos waren. En dat is allemaal heel onhandig. Ja. Hoef ik nooit meer mee te maken. Dat zou je nu niet meer doen. Mijn vader was boos, jongen. Ja, en terecht. Dat gaan jouw dochters in de toekomst ook doen. Dat denk ik. Maar we zijn door het hele lange draaiboek heen. Ja. Er is veel te bespreken. Gebeurt veel. Dat is het enige. Mensen vragen dan wel eens van... Ja, is het dan leuk om podcast te maken in de tijd dat Ajax alles verliest? Nou ja, in principe is het minder leuk natuurlijk. Want je wil zien dat Ajax wint. Maar er valt altijd wel genoeg te bespreken. Ja, is toch mooi? Dan is Ajax op zijn mooist. Dan is er allemaal... Ja, dit moet anders. Dan, ja, als je gewoon heel makkelijk wint. Dan, rechts... Iedereen is het oneens met elkaar. Ja, rechtsbuiten was goed. Ja, nou ja, en de back speelde ook weer goed. Ja, zeker. Dus laat vooral even weten ook... wat jij ervan vindt in de comments of op Twitter, op Instagram. We zijn tegenwoordig op TikTok, dus het kan overal. Ik hoop wel dat het goed gaat overigens, hè? Ja, dat zeker. Mensen boze brieven sturen. Nou ja, dat hoop ik niet. De wedstrijdglazen van de wedstrijdwoorden... die was ik even kwijtgeraakt tijdens de verhuizing, uit het zicht verloren. Maar die ga ik deze week op de post doen. Dus voor iedereen die denkt, waar is mijn glas? Nou ja, die komt eraan. En na de klassieker zijn we dan natuurlijk direct weer met een wedstrijdeditie... Kort erop. Dus luister dan vooral weer naar nieuwe Pantelic podcast. Chris, kom je nu weer wat sneller langs? Dan, ja, zeker. Ja. Dan deze tussenliggende periode. Mooi. Ik vond het gezellig. Ja. En doen we snel weer een keer over. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even een reactie achter. En tot de volgende. Ciao. Mazzel.